Joost, gefeliciteerd. Je kan met een opgeheven hoofd naar je werk komende maandag de Rabobank in Katwijk. Ja, gelukkig wel. Dat is wel lekker. Dat je niet verliest in ieder geval. En als je hem zo in de laatste minuut nog even gelijk speelt, dat is wel toch wel lekker om niet als verliezer van het veld af te stappen. Ja. Heel Katwijk boos. Wat heb jij gezien? Wat gebeurde er in die laatste minuut? Ja, goed. De bal kwam hoog voor. Een beetje in de scrimmage. En ik kon er net niet bij. En ik, Benny van Noort, die kon hem waarschijnlijk wel wegkoppen. Maar ik, een beetje slimmigheidje. Ik trok hem even aan zijn shirt. Waardoor hij uit balans was. En die bal die valt er overheen. En uit de scrimmage gebeurde er heel veel. En toen uiteindelijk was het wel een terechte penalty. Alleen, daarvoor gebeurde er wat slimmigheidjes. Ja, soms moet je ook een beetje slim zijn om punten uit het vuur te slepen. Dus Katwijk begrijp jij volkomen natuurlijk. Ja, goed. Uiteindelijk wel. Ik weet niet of ze daarom boos zijn, maar er gebeurde natuurlijk heel veel. En het was gewoon wel een terechte penalty. Ja, hij had hem gewoon met een houtgreep trekt hij hem naar beneden. Dus. Ik denk dat het jouw droom was om vandaag te scoren. Dat klopt, denk ik. Ja, goed. Ik was in de eerste helft een paar keer dichtbij. Heel jammer van die kopbal, die zie ik echt een paar centimeter ernaast gaan. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kan doen, tegen je oude club scoren. Ja, want toen jij nog bij Katwijk speelde, je hebt 3 keer gespeeld tegen Rijnsburgse Boys. En daarin, in die 3 wedstrijden ook altijd gescoord. Ja. Ik scoorde hier ook wel regelmatig, ja. Dus, goed. Vandaag, wel mijn kansjes gehad. Net niet erin, jammer. Maar hartstikke blij met de 2-2 en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, de wedstrijd ontwikkelt zich zo dat Katwijk eigenlijk de gelukkig is dat zij de 1-0 maken, moet ik het zo zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij in de eerste helft, we liepen fantastisch te verdedigen de eerste helft. En groot compliment naar de verdediging van ons. Ik denk dat het als een huis stond vandaag. Uiteindelijk, ik denk dat Van Ooyen vanaf de linkerkant 1 keer voorbij is gekomen en die levert dan een voorzet af. Ja, eigenlijk redelijk traag gaat hij langs iedereen langs en die jongen die schiet hem binnen. Ja, dat is jammer. Hey, en dan moet het toch weer in de slotfase gebeuren. Worden jullie daar niet moe van? Want dat is nu echt week in week uit zo. Dat kost toch veel te veel kracht en energie, man? Ja, het kost wel veel kracht en energie. Alleen je ziet wel dat we het steeds weer kunnen opbrengen. Dus dat is hartstikke goed voor de ploeg. Of tenminste, dat is een goed punt van de ploeg. Dat we daar steeds weer overheen komen over een achterstand. En dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Dus dat is belangrijk dat een ploeg dat in zich heeft. Alleen, ik denk dat we qua voetbal kunnen we nog stappen maken. En dat moeten we zeker gaan doen. Alleen, de basis is hard werken en voor elkaar werken. En zo zie je, daar kom je wel een eind mee. Ik zeg net ook tegen die jongens, we hebben pas 1 keer verloren dit seizoen. Dus dat zegt ook wel veel. Ja, 7 wedstrijden op rij niet verloren nu. Nee, precies. Dus dat is op zich prima. Alleen, af en toe een 3 puntje erbij, dan stijg je wat sneller op de ranglijst. Alleen, je verliest weer niet. Dus, ik denk een gewone punt voor ons. Ten slotte, heb je nog iets gehoord van oudspelers of bestuursleden van Katwijk? Nee. Ik kom net uit de kleedkamer. Dus ik ga ze zo wel eventjes ontmoeten. En dan hebben we een drankje en dan drinken we wat op. En dan is het weer hartstikke gezellig.